Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton The Miracle Mask. De vorige aflevering zijn we in het verleden gegaan en zien we hoe Randall samen met Herschel en Angela een plannetje verzinnen om vanavond een of andere expedities te doen. Randall is helemaal hyped, de rest niet, maar ze gaan een archeologische zoektocht gaan ze doen. En daarvoor gaan we onszelf even prepareren en Herschel wil wel graag even lezen, dus dat gaan we nu bekijken. Maar de moeder van Herschel die stresst zich helemaal kapot. Maar daar heb ik even geen boodschap aan. Want ik ga eerst kijken of er nog ergens hintmuntjes te vinden zijn. En die waren er zeker te vinden. En dan gaan we nu maar kijken wat Muders moet. Thank goodness you're home, Herschel. Your father is in trouble. In trouble? What do you mean, Ma? What happened? It's awful. Some strange man in black suits came to the door around midday demanding to see you. Okay. Your father said they were old acquaintances of his, but just went off with them. Okay. And he's been gone ever since. Ooh, spannend. That was hours ago. Where on earth can he be? Oh, I knew those men looked suspicious. Calm down, Mom. I'm sure he's fine. Do you want me to go out to look for him? Oh, Herschel, would you? I'll stay here in case he comes back. Okay. Alright then, I'll be back soon, don't worry, okay? Okay, dus nu moeten we weer Gonzo. Moeten we Dad zoeken? Dan zouden we dus die kant op moeten. This is Pa we're talking about, so she's probably on Pebble Lane chatting to someone. Okay. Oeh, hier zijn weer genoeg dingen te vinden. Lol, dat was weer een hintmuntje. Nog een hintmuntje. Oeh, een puzzel van deze mevrouw. Gloria. Hallo Herschel, lad. What's the time? Shouldn't you be off home? I'm looking for Pa, actually. Apparently he went out with a group of strange men. Have you seen him? Roland? Sorry, I haven't seen him at all. Him all day. Don't tell Lucille is having you run around after him again, is she? Jazeker. Geef mij die puzzel maar. Geef mij die puzzel maar. Oeh, ladybugs. Wat moeten we doen? Two ladybird friends, one red and one blue, have lost each other in this corn cob. Okay, grappig. Wherever they go, the corn kernels seem to get between them. Okay. Can you guide the red ladybird around the corn cob to meet his blue friend? Ah, okay. Dus we moeten naar boven. Para para pi para pu para pu para pi para pa para para pi pu para pi para pi para pa para pi pa para pi da pu di pu. Ah, Hitbox dead. Oh, ook niet zo. We moeten hierin. Nou, dit was ook niet zo. Dit, volgens mij is dit ook niet zo'n hele grote brain teaser. We walking through the co-op en zingen het kopjeslied. Ik zie de bluebird al. Ladybird al. Het is toch een ladybug, dacht ik. Maar het is gelukt. I think this we zijn Gucci bezig in ieder geval. Puzzles can be quite fun. Lekker hoor. Oké. Okay. Hey, we hebben een nieuw spelletje unlocked. Laten we dat spelletje meteen gaan doen. Right, Pa, where are you? Okay. These are our new items. Okay, dus als we die er bovenop zetten.
Ah. Oh, dit zijn de dingen. Oké, never mind. Dan is dit misschien interessant. Oh, wacht. Dit is zo dan. Nee, reset. Even kijken. Die gegeven staat. Hoe krijg je hem weer terug naar geel dan? Dit zal wel zo moeten voor mijn gevoel. Ta 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 ra ta ta ra ta ta. Even kijken. Nope, dit is het ook niet. Dit kan het ook niet zijn. Deze moet ergens op de onderste plank. Ik denk dat hij zo moet. Morning, dear. Kijk, die is yellow. Die wil je ook. Kijk, die is ook yellow. Die wil je ook. Oeh, nog een saucer. Die wil je ook. Oeh, nog meer rood. Die wil je ook. Ah, nog meer rood. Die wil je ook. Let's effing go. We hebben het goed gedaan. Top. Nog even rondkijken hier. Oké, laten we gewoon doorgaan lopen. Where is Pa? I can't see him anywhere. Oh, hey Henry. Oh, hello Henry. Are you out shopping? Yes, I've been sent to purchase the week's groceries for the household. I see, that's a big rub for you, isn't it? It's just part of my duties, and may I ask where you are bound? Oh, I'm looking for my father. You haven't seen him, have you, Henry? No, I'm afraid I haven't. I'm very sorry I can't help you. That's all right. Right, I suppose I'd better go on looking then. Yes, I wish you luck. Thank you, Henry. Thank you very mucho. Even kijken. Eén muntjes.
Zou hij een puzzel hebben? Jazeker. Hallo, Erjol. You look well today. Good evening, Lionel. You know, I just saw that a beanpole Henry from the escort house. They certainly make that boy pull its weight. Speaking of pulling weights, I got some bricks for the mum's garden wall, but I can't work out how much they weigh. Maar dat kan ik wel, want ik ben een echte heer. Een echte heer kraakt elke puzzel. Oké. Lionel is contemplating a row of 9 bricks for his mother's garden wall. Apparently, 2 adjacent bricks in the row are much heavier than the rest. But he can't remember which... Oh, dat is niet handig. He has decided the only way to identify them is to lift the bricks one by one. But to save time, he's going about it in the most efficient way possible. Can you work out the maximum number of bricks he might need to lift in order to find the 2 heavy ones? Okay, the minimaal aantal blokken wat hij moet wegen om de 2 zwaarste te vinden. Oké, hoeveel zou die er moeten wegen om te weten welke de zwaarste is? Dit is lastig, want het zijn oneven aantal blokken. Ik dacht, als je een even aantal hebt, bijvoorbeeld je hebt 8, doe je er 4 bij 4 en dan voel je al... Dan hoef je maar 1 keer, of eigenlijk 2 keer te wegen. En dan heb je, zeg maar, al de goede helft. En dan daar weer 2 van. Oké. Ik denk dat de clue is van... Hoeveel bricks moet hij wegen om zeker te weten welke de 2 zwaarste zijn? En ik denk dat 8 het juiste antwoord is. Want op het moment dat je de 8ste hebt gevoeld en dat is niet 1 van die 2, dan weet je zeker dat die andere het is. En anders weet je zeker dat die 8ste het is en dan is de laatste het niet. Dus ik denk dat 8 het juiste antwoord is. En zo niet, dan moet ik even opnieuw gaan denken. En misschien wel een hintmuntje gebruiken. Nee. Dat is niet goed. Oh, I thought maybe. Ik weet even niet op welke manier we moeten gaan. Gaan denken. Laten we een hintje gebruiken. The key is. The key here is the fact that the. 2 heavy bricks are next to each other. Oh, dat had ik helemaal, daar heb ik helemaal overheen gelezen. For example, say Lionel lifted bricks 2 and 4. If they both weigh the same, then which bricks could he rule out? Ah, okay. Twee en vier hetzelfde wegen, dan zijn die eerste 4 al gonzo. 5 kan het nog steeds zijn, want die kan het samen met 6 zijn. Dus als hij hier 2 van weegt, weet hij dat hij alles hiervan weg kan halen. Dus 2, 4 en als hij 6 dan weegt en 8 weegt. 4? Maar als je 8 weegt, weet je nog steeds niet of 7 of 9 het is. Als 8 de zware is bijvoorbeeld, dan weet je niet zeker of 7 of 9 de... Dus ik denk dat 5 het juiste antwoord is.
I think this may be it. Ook niet. I need another go at that one. Even kijken. Let's say Lionel lifts a 2 and 4. And 4 was heavier. The adjacent heavy break would be... Ja, daar was ik al achter. Kutzooi. Ja, dan zou 4 het antwoord moeten zijn. Maar ik ben het daar niet mee eens. Want als je... Als je 2, 4, 6 en 8 weegt, hè? En 2 is niks, 4 is niks, 6 is niks, maar 8 is wel iets. Dan weet je alsnog niet of 8 bij 7 hoort of bij 9 hoort. Nou, we proberen 4 wel, maar ik denk niet dat het juist is. Here goes. Het is goed, maar ik ben het er niet mee eens. Puzzles can be quite fun. Misschien zit er in de uitleg wel. Als hij 3, 4 of 6, one of them is heavier than the... Ja, oké. Okay. Ja. If one of the bricks are heavier than the rest. If not... Oh, als hij dan 9 pakt en dat is niet... Ah, ja, het klopt. Als je dan... als je 2, 4 en 6 lift en die zijn allemaal niet zwaar. En als je dan 9 pakt, dus die ook niet zwaar is, dan weet je zeker dat het 7 en 8 zijn. Dat is very clever. Dat is very, very clever. Eerste puzzel waar ik een beetje semi-moeite mee had. Is dat mijn vader? Oh. Dit is wel een puzzel. Oh nee, blijkbaar is het niet zijn vader. Douglas is dit. Where are you off to in such a hurry? Hello, Doc. Have you seen Pa anywhere? Roland? Can't say I have, no. Herschel, my boy. How would you like to give you Uncle Doc a hand with a puzzle? We gaan een puzzel doen, daar houden we altijd van. Oeh, met gekleurde huisjes. Ik hou altijd van dat soort puzzels. The prospective tenants of this row of houses have some unusual requirements. Eerste regel. I want to live next to a red house. Oké. Twee. No blue neighbors, please. Oké. Oh, and the house at the end of... is out of the question. Oké. Two doors down from a yellow house. And no neighbors the same color as us. Oké. I'm fine with any color as long as it's not blue or red. Oké, dus je moet in een geel huis wonen. Can you repaint just one house so that the, every tenant... Oké. Je moet één... één huis hoef je maar te veranderen om de juiste kleur te krijgen. Dan pakken we heel even de regels erbij. I want to live next to a red house. Dat is in ieder geval belangrijk. Geen blauwe buren. Het mag ook geen huis aan het eind van de rij zijn. Dus hij mag niet op A of D wonen. Dus hij woont sowieso op B en C. Of C. En graag twee deuren van een gele huis af. En er mogen geen buren zijn met dezelfde kleur als het huis waar ze in gaan wonen. En ze willen in een geel huis wonen. Oké. Even kijken, want to... Live next to a red house. Two doors down from a yellow house. Dus als we deze geel laten, dan zou het
deze huid moet zijn. En dan moet het geel zijn. Dan is dit toch gewoon het juiste antwoord. Want ze willen in geel wonen. En twee deuren verder moet het geel zijn. En ze willen niet aan het eind wonen. Here goes. Ik ben denk ik te snel met antwoorden. Oh, I thought maybe... Even kijken. I want to live next to a red house. Dat is wat ik heb gedaan. Geen blauwe buren. Het mag geen huis zijn aan het eind van de straat. Twee deuren van ons vandaan moet een gele huis zijn. En geen buren met dezelfde kleur. Oké. And I'm fine with any color as long as it's not blue or red. Moet ik deze nou geel maken? Klopt die dan? Gaan we even kijken, hè? I want to live next to a red house. Dan kijken we nog steeds naar C. No blue neighbors. Ik kan zelf in blauw wonen. Nee, het moet een geel huis zijn. You can reduce the complexity of this puzzle by thinking about how the tenants' requirements limit the houses they can move to. Dat klopt. Does it want to be ends of a row? So they can only be in B and C. Dat had ik al bedacht. Look at number 2's other requirement to see which of two houses you could put them in. No blue neighbors. Nee, maar je kan zelf... C zijn. Ja. Ik had die al geel gemaakt. I want to live next to a red one. Huis B, dat moet ik bij C toe om te gerepaint te worden. Oké. Ik heb het verkeerd begrepen. Iedereen, het zijn gewoon vier verschillende mensen die in deze huizen gaan wonen. Er zijn vier verschillende, oké. Dus één wil naast een rood huis wonen. Oké, dat kan. Twee gaat in B wonen. Dat is nu dus bekend door de hint. Die gaat in B wonen en wil geen blauwe neighbors. Dus als je in B gaat wonen en je wil geen blauwe neighbors, dan zou die alsnog C veranderd moeten worden. Drie, two doors down from a yellow house. Nou, dat is gelukt. Oh, wacht. Deze moet dan toch gewoon naar geel? Oh nee, want het gaat niet per se om... Oh, dit is moeilijk. Als je denkt dat 3 in C gaat wonen... Dan mogen er geen andere een color hebben, oké. I'm putting elke color... Oké, dus laten we zeggen dat 4 in A gaat wonen. We pakken even de memo. 4 gaat in A wonen. 2 gaat hier wonen. Dan zijn 3 en 1 nog over. 1 wil naast een rode wonen. Dus dan zou je hier 1 kunnen hebben. En dan zou je nog 3 over hebben. Wil 2 deuren verder van een geel huis wonen. Dus als je B geel zou maken, zou dat dan nog steeds kunnen.
I think this may be it. Is het ook niet. I need another go at that one. Hint 3, wacht. Oh, wacht, ik had hint 2 nog niet eens helemaal uitgelegd. If you paint C red, that leaves A as the only house that 4 could be move into. 3 has to move into either C or D, but neither satisfies the requirements, so house C can't be painted red. Okay, continue the line of thought from hint 2. Let's say 2 still moves in B, but this time you paint house C yellow. Dat had ik net geprobeerd, dat betekent dat 1 en 3... betekent dat 1 en 3 huis A of C. Leaving house D for 4. However, house D doesn't satisfy 4's requirements. So out of the two houses, B and C, dat 4, dat 2 could move into. Dus 2 moet huis C pakken, oké. Okay. Dan gaan we wel even vanuit dat... dat 2 huis C pakt. Geen blauwe neighbors. Oké, nou hij zit hier zelf in blauw. En ik wil ook niet aan het eind. Dus 2 heeft C gepakt. Memo. Twee is door C gepakt. Oké. 1, I want to live next to a red house. We kunnen zeggen dat 1 in dit gele huis zit. Drie wil 2 deuren verder van een geel huis wonen. En niet naast eentje. Dus je kan hier en dan zou je deze geel moeten maken. Deze zou je dan geel moeten maken. En dan zou 4. En 4 wil ook in geel. Dus dat moet het antwoord zijn dat we deze geel maken. Dit moet het juiste antwoord zijn. I think this may be it. Oké. Weer een pittige repuzzel. Maar dat is niet erg. Daar houden we van. Marvelous. Pa lived in the house in a hurry earlier. Ma is worried and sent me out to look for him. Thank you, Uncle Doc. Well, Pa's not in town. I suppose he must have gone to watch the woods. He probably is. En dat gaan we checken de volgende aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van Professor Layton en The Miracle Mask. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.